Met kampliedjes worden ze verwelkomd. De eerstejaarsstudenten aan de PABO van Saxion Hogeschool in Deventer. Dit jaar hebben we zo'n 380 aanmeldingen voor onze beide PABO's in Deventer en in Enschede. Dat is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Maar dat is niet genoeg. Het aantal leerkrachten dat met pensioen gaat is namelijk groter. Meer aanmeldingen voor de lerarenopleiding zijn dus noodzakelijk. Dat is een landelijk verschijnsel. Vroeger hadden we misschien wel 10.000 instroom in een eerste jaar. En tegenwoordig is dat een kleine 4.000 geworden. In onze regio zijn nu nog net genoeg leraren beschikbaar. Maar het gebrek aan invallers is wel al een probleem. Zo melden meerdere schoolbesturen. Als ik ziek word, dan kan het zijn dat er geen inval is. En dat mijn collega's de leerlingen in mijn groep moeten opvangen. En we hebben al groepen van ongeveer 30. Dus als er daar nog 6 bij inkomen, dan worden de groepen nog groter. En nou ja, dan leren de leerlingen minder. En de collega's zitten ermee, die zadel ik daar dan mee op. En hoe voelt dat? Ja, heel vervelend. Ja, de druk wordt dan groter. Covadis, een stichting met 19 scholen in de regio, schoolt medewerkers van de Rabobank om tot leerkracht. Omdat we op enig moment wel in de krant ook vernamen van, weet je, de Rabobank is aan het reorganiseren. Die gaan structureel naar minder mensen toe. En daar zitten gewoon talenten, ook goed opgeleide mensen, die wellicht inzetbaar zijn in het onderwijs. En waarom zou je dat dan niet dus met elkaar gaan verkennen? Nou, dat vind ik een goede ontwikkeling, want zij-instroom is een van de oplossingen die denkbaar is. Uiteraard moet op basis van assessments vastgesteld worden of iemand ook de vaardigheden bezit om zo'n soort beroep te kunnen doen. Hoeveel animo is er bij die Rabobank? Nou, we hebben een presentatie gegeven waarbij 17 mensen aanwezig waren. En ik krijg regelmatig, en ook mijn personeelfunctionaris regelmatig, telefoontjes van mensen van de Rabobank, maar ook van bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. En je ziet ook andere mensen die gaan reageren van, luister, zou dat wellicht ook wat voor mij zijn, dat traject? Ik heb voor de PABO gekozen omdat het een gevarieerd beroep is en ik het heel gaaf vind om kinderen nieuwe dingen te laten leren. Mijn moeder is ook lerares, dus dat was wel een beetje een reden ook om het te gaan doen. En toen heb ik een keer bij haar meegelopen en dat vond ik toch wel heel erg leuk om te doen met de kinderen. Struikelblok voor de schoolbesturen is de wet Zorg en Zekerheid. Invallers mogen niet meer dan 4 invalbeurten voor ze doen. Wanneer een invaller een aantal keer heeft ingevallen, dat je dan verplicht bent hem een vast contract te geven. Ook als je dat niet zou kunnen waarmaken als stichting. Er komen ze 1 dag invallen, omdat er toevallig iemand een klein beetje ziek is en een dag niet kan komen. Ja, dan zeggen ze van, luister eens, dan laat ik dit liever voorbij gaan, want het geldt wel als 1 keer een contract. Van weliswaar 1 dag, maar het is een contract. De PABO kent tegenwoordig een strengere toelatingstoets. Het gaat om een 3-tal vakken, aardrijkskunde, geschiedenis en wetenschap en techniek, natuurkunde en techniek. En voordat je aan de PABO begint, moet je die vakken afgerond hebben. Vroeger zat dat gewoon in het eerste jaar en nu moet je het vooraf doen. Reden om die toets misschien toch weer wat simpeler te maken? Nee, want het grote gevaar is nu dat iedereen in paniek gaat zeggen, we gaan de eisen verlagen. Dan krijg je straks weer dezelfde discussie. Dat er getwijfeld wordt over die kwaliteit van de leraar. Dus dat lijkt me niet de goede weg. Vers in het geheugen ligt een prikactie van leraren. Door een staking voor een lagere werkdruk en een hoger salaris. Schrikt dat niet af? Nee, ik ben daar eigenlijk niet heel erg mee bezig met over hoe het er straks uitziet of over 4 jaar uitziet. Ja, natuurlijk ga je er wel over nadenken. Hè. Je hoort ook van anderen, vooral vrienden, vriendinnen, van goh, ja, het is niet de best betaalde baan. Maar nee, ja, als je iets zeg maar heel erg leuk vindt, uiteindelijk heeft dat bij mij gewoon wel het voorkeur gehad dat ik het eigenlijk ook wil gaan doen. Toevallig was er vandaag een nieuw onderzoek, kreeg ik hem een mail binnen. Waaruit blijkt dat salaris toch ook echt wel een overweging is bij studenten om voor de PABO te kiezen. Overigens is er wel een verkeerd beeld over dat salaris. Er was een onderzoek onder havisten en daarbij bleek dat ze het beginsalaris 500 euro lager inschatten dan die in werkelijkheid was. Dus daar zit ook wel een verkeerde beeldvorming wat dat betreft. Voor de schoolbesturen is het nu 11:55. Wij zien dus gebeuren dat binnen nu en ik denk een jaar of 2, dat we dan een probleem hebben gewoon om ook de groepen te kunnen bezetten. Terwijl het vak zo leuk is. Elke dag is anders en je hebt elke dag leerlingen om je heen, kleine kinderen, grote kinderen die van alles van je willen weten. Ook heel veel geloven wat je zegt, dus dat is ook heel leuk dat ze zeggen, ja, maar de juf zegt. Dus dan zal het wel zo zijn. Ja, je hebt gewoon je eigen klas, dus je kunt lekker, je bent toch wel een beetje de baas over je eigen dingetje. Dus dat is gewoon heel fijn.